Dames en heren, mag ik u nogmaals van harte danken dat u gebleven bent. Dank u wel. Ja. Ik wil met jullie nog heel even terug naar het lager onderwijs. Weet u dat nog? Onderwerp, werkwoord, gezegde. De beginselen van zinsontleding. En we deden dat niet graag. We gaan dat vandaag ook niet meer doen. We gaan namelijk net het omgekeerde doen. In plaats van zinnen te ontleden, gaan we ze vormen. En we hebben, dames en heren, vanavond een taalspecialist meegebracht. De heer Etienne Timpont. En de heer Timpont, dames en heren, die gaat nu voor u een aantal zinnen. Of een aantal woorden liever. Ik heb er hier zo'n 20-tal opgeschreven. Die woorden gaat hij in een zin zetten. Zodanig dat al die woorden voor u perfect begrijpbaar worden. Dames en heren, mag ik u merkwaardige aandacht voor onze taalspecialist van vanavond, de heer Timpont. Meneer Timpont, goedenavond. Goedenavond. Meneer Timpont, zou u ons eens een zin kunnen vormen? Uiteraard. Dank u wel, meneer Timpont. Het is niets. Kunnen we eraan beginnen? Mm-hmm. Oké. Okay. Laten we niet te moeilijk beginnen. Mm-hmm. Een zin met het woord trappist. Als je 's avonds na een trappist en nog een trappist thuiskomt, bestaat de kans dat je tegen de trap watert. Dan iets moeilijker, het woord prostaat. Prostaten stotteren in het toilet. Dan het woord cactussen. In het bos vind je overal cactussen. Hoe? De struiken. Dan het Afrikaanse woord Oegandees. Philippe de Winter van het Vlaams Blok vroeg zich af: Oegandees negers naar huis. Dan het woord ritmiek. Roel zei 's morgens tegen Miek in bed: wat vond je van de ritmiek? En dan het woord astma. Miek zei tegen Roel: fijn, astma piept. Het woord divan. Jean zat op de divan Louis. Oeh, 14. Ah, mooi. 14. En dan het woord Amazone. Hier staat Luc Verschuren. Amazone, lelijke vent. Wat dacht u dan van het woord lichtekooi? Mijn vogeltje is gaan vliegen. Het zat in een te lichte kooi. Het komt toch terug? Dat is uw probleem niet. En dan het woord indigeste. Ik ontdek de grote artiest in Eddie Wally. Vooral indigeste. Met zijn Chinese pyjama aan. Is dat voldoende? Voor die mens wel. Dank u wel. Dan, heel even goed opletten. Het woord theoloog. Theo beweerde dat de vrouwen priester mogen worden. Theoloog. Ja. Niveau in Ninoven. Ja. En dan het woord vagina. Dat woord neem je toch niet in de mond, Luc? Ja. Hoe moet ik het dan uitspreken? Spreken, ja. Moet ik het nog eens herhalen? Het klinkt als muziek in de oren, weet je. Goed. Vagina. Is dat je vagina? Allee, probeer nog eens. Is dat een voortregina? Moet zijn, hè. En dan het woord animeer. Heeft animeer dan Hilde? Ik zou het graag weten. Mag ik weten niet? Nee. Dat zal u straks zeggen. Dat zal wel. Het woord fantast. Hoi, riep Wendy van Wanten. Die fantast aan mij. Allee, blijf maar een bolletje af. Kom. Spinazie. Daar is spin. Azinazie. Zelf gevonden? Dat heb ik zelf gevonden. Ja, ik, moet je niet meer lachen. Dank je wel. Het woord kometen. Kometen, riep moeder. En toen stortte het huis in. En tot slot, meneer Timpont, het woord hostess. Hostess met de poepen moet op een ander zijn. Ja, dank u wel. Bedankt hoor, dank u wel. Hey. Ja, Camille.
Camille, hoe sta jij hier? Ja. Camille, ik dacht dat jij ginder zat. Nee, ik sta hier, ja. Ik zie het, Camille. Zeg, heb je een applaus gehoord? Oh ja, dat doet deugd. Meestal is het de grote artiest die het krijgt, maar nu de kleine werkmens, het doet mij iets. Ik zie het, Camille. Je bent er precies helemaal van.